Deze video bevat letterlijk mijn twee beste Among Us games. Misschien wel ooit. Ik weet dat ik het eerder had over de beste Time Lord play ooit, maar dit slaat letterlijk alles. Ik had als concept om een hele avond lang niet te liegen. Ik was dus volledig eerlijk over mijn rol, over mijn alles, wat dan ook. Als ik toch loog, moest ik dat zo snel mogelijk verbeteren door me alsnog gewoon te unmuten in de call en te zeggen waar ik heb gelogen. Ik was dus een volledige avond met alle Among Us potjes, volledig eerlijk, en dit is wat er gebeurde. En geloof het of niet, maar ik heb gewoon meerdere potjes gewonnen door alleen maar eerlijk te zijn. Er zitten meerdere Among Us games in deze ene video, maar laten we beginnen met een van de allerbeste potjes van de avond. Executenor! Het is Binte. Binte is de persoon die ik moet executen. Nou ja, dat gaan we eerlijk zeggen, want dat is hoe het werkt, right? Beter killt Binte mij dan niet ofzo. Oh my god, Binte ging in een vent. Wait, what the f... Wait, Binte ging in een vent. Oké, Binte ging in een vent. Ik ga zo meteen bij de volgende meeting. Ik ga gewoon alleen even niet dood. Gewoon alleen even niet doodgaan. Dus we gaan het zo even zeggen. Ja, ik zag Binte in een vond gaan. En vent equals eng. En eng equals vent. Behalve als je geen vent bent. Dan ben je een vent bent. Nee, wat... Ik heb even wat best wel important info. Ik zag Binte venten. Hey, ik zag mezelf ook venten. Rudy is geen imposter. Ja, ik zag, zoals ik al zei... ik zag Binte venten. En ik ben executioner, dus ik moet Binte eruit foten. Namens als executioner zijn. Dus kunnen we voor Binte foten? Rudy is safe. Nee. Ik heb voor Binte gefoten. Nee, doe nou niet. Ik moet niet op Binte foten. Ik zal hem venten. Ik ben letterlijk een engineer. Laat het werken? Nee joh, je lult. Als dit nergens geconverseerd is, hè? Nee, hij zag hem echt venten. Je moet niet. Ik ben engineer, jongens, kom op. Ja. Je moet niet op Binte stemmen, want dan wint Ryan gewoon. Nee, natuurlijk wel. Ik gun het Ryan. Oh, ja, ik ben executioner. Wie van jullie zijn schapen? Wie van jullie zijn schapen? I swear, als dit werkt... Nee. Dit werkt! Ryan! Wow! Dit is laatste. Dit is sick! Ik dacht dat het serieus was! Jullie zijn schapen. Dit is zo stupid! What the fuck is dit? Ja! Kaboom! Dit is top! Dit is top! Snelste potje Time Lord ever? Yo, mevrouw Suppy Binte met het bericht fuck jou erbij! Ik geef je even... Dit is fucking top, gast! Fucking top! Dit is echt top, by the way! Is die... Oh! Dat is Mickey Mouse. Oké, we zijn imposter met Larissa. Don't want random mensen killen. Dat is meestal maar het idee van imposter zijn, right? Oké, we gaan even hierheen. We gaan deze dans hier doen. Kill mensen met het wiel. Oh ja, dat is wel een goeie. Dat is echt wel een goeie. Yo, wie gaan we killen? Wie killen we? Wie is ons doel om te killen? We moeten Link killen, kak! Oké, Link. Link is ons doelwit. Yo, je staat ook wel lekker stil bij mij. Dat kan ik waarderen. Dat kan ik zeker waarderen. Dat wordt gewaardeerd. Oké. Link! Waar is Link? Ik had een doel. En dat was om Link te killen. Oh my god. Dood Link hebben we gerapporteerd! Dood Link hebben we gerapporteerd! Link, kom even naar dat crew dropship. Dan ga ik je even killen, oké? Oké. Waar is dat? Nee, Ryan, jij doet toch gewoon stilstaan? Nee, dit keer niet. Dat is weer een andere video. Ik volg jou. Yes! Ja, is goed, man. Let's go. Wat de? Ik ga je volgen, oh, Ryan. Shit, ik heb erop. Yes, 19, 18, 17. Maar we moeten echt even zo... communication callen. 3, 2... Wel even dit, want... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Zo dan, hoppakee. Ik wil niet met je omgaan als dit een random kill is. Nee, absoluut. Nee, dan was jij dood, gast. Als jij iemand killt die geen imposter is, ga jij dood. De volgende persoon... Oké, hey, ik heb een lijst met mensen die ik even moet killen. Ik heb net Link gekillt. Ik heb nu, de volgende is Anouk. Anouk, kan je even naar de dropship komen? Wacht, ik heb net wel Ryan met Link gezien. Ja, ik heb Link gekillt. Kom naar dropship, dan kill ik jou, Anouk. Ik kan Ryan even killen, want hij is arsonist, anders verliezen we. Moet ik hem doodmaken met mijn pipa? Nee, ik wil alleen Anouk killen. Kom, Anouk, kom. Nee, don't listen to him.
Maar hij heeft een woord. Nee, wat is dit nou weer? Honden, hoezo? Zoveel fout, what the fuck? Goeie move, gewoon. Hoezo? Nou ja, ik heb niet gelogen deze game. Ik zei gewoon, yo Link, kom. Hey, Link, ik waardeer het wel dat je kwam, man. Dat waardeer ik wel, Link. Bedankt, man. Dat waardeer ik wel. Slief. Ach, nou joh. Weer zo'n stinkmedic. Er is zo naar in die medic. Nou ja, we gaan wel weer het Rad van Fortuin laten bepalen wat het wordt. Wie krijgt de cheat? De enige echte spacing. Oh, nou, Krom. Hey, Larissa, okay. Kom even mee naar Madscan. Godver, niet weer. Oké, okay, we stemmen Ryan eruit. Kom. Nee, wat is dit nou? Nee, hoezo? Nee, Ryan gaat het oplossen. Larissa, dood is gaat je gewoon dippen in saus en dan gaat hij aan zeker. Ik weet het alweer. Oké. Nou, ben benieuwd. Heb er zin in. Mayonaise over mijn schouders. Laat me nee, geen saus. Geen saus. Nee joh, hij is zo eentje die koolveepjes smeert. Ik wil Zaanse mayo. Oh, maar dat heb ik niet. Yo, naar Madscan. Juist, ja, precies. Ik kan niks met mijn muis. Kijk, Larissa. Larissa, hier, kijk. Oh. Ja, ik ben gewoon alleen maar eerlijk, weet je. Ik ging gewoon Madscan doen. Ik zei dat Larissa even moest komen. Ze is gekomen. Weet je, ik heb haar shield gegeven. Hey, that's it, right? Super eerlijk. Animatronic hoofd in deze groep. Ja! Nee! Je kleuters. Het is echt een beetje kleuters. Kleuters. Yeah. 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 We hadden sowieso wel gewonnen. Die alle twee zijn er wel. Oké. Dit keer gaan we blijven leven, oké? Okay? We moeten bij mensen blijven. Maar hoe zorgen we ervoor dat we leven? Bij mensen in de buurt blijven. Blijf om het vlees heen! Oké, top. En nou, Joost ook. Ja, Joost is het ook. Oké, wie was de killer? George was een... Ja, dat was jij toch, Ryan? Wat? Nee, ik ben sheriff. Oké, okay, George nee, was ik een... Ik ben gewoon eerlijk, weet je. Ja, George was... Ik geloof dat Ryan sheriff is, omdat Ryan gewoon niet kan liegen. Dus nee, dat is ook zeg maar een beetje mijn hele concept. De hele avond al. Ik heb de hele avond nog niet gelogen. Dat doe je maar nooit. Maar even één dingetje, Nuxie. Je zegt dat je een wortel bent. Je zegt dat je een wortel bent. Ja, nu nog een vraag. Welke rol heb je? Wil je dat echt dan kan gaan zeggen? Ja, je mag het ook spellen. E-M-P inderdaad, O-S-T-E-R. E-M-P, nee. S-I-C-K-O. Get her out of here, get her get out of here. Get her out of here, ja, dat is ook. Nee. Fout. Ik ben Time Lord. Get her out of here. Oké, eerlijk. Wat? Als je Time Lord bent, doe dan de time reverse nadat we 30 seconden bezig zijn zo meteen. Anders geloof ik niet dat je Time Lord bent. Anders geloof ik het niet. 30, 29, 28, 27, 19, 18, 13, 12, 11. 10, 9. Oké, ze. Ja. Nou, ze heeft wel getimelord. Ja, ik weet het ook nou niet meer. Ik weet het ook niet meer. Ik weet het ook niet meer, oké. Okay. We blijven wel leven, oké. Okay. We blijven wel leven, oké. Okay. Kom hier, Puck. Oh nee, kak! Ja, hij is er zo nog steeds! Kom hier, Puck! Nee! Hij is weg. Hij is ontsnapt. Ik kan gewoon niet. Hij is gewoon ontsnapt. Kak! Wat? Wow. Houd goed, Puck. Wow, wat is er, Puck? Nee, Ryan, hou je handjes van me af. Wat? Wat? Ryan? Nee, huh? Waar zag je Ryan? Wat? Nee, het ding is... Ik zag Ryan, het lopen. Staat hij 1 seconde even stil. Op dat moment wordt light... Dat klopt inderdaad. Ja, correct. Klopt inderdaad. Puck. Was er op het einde dat komt bij mij. En ik loop trouwens naar de final thing en er zijn 2 mensen dood. Puck, dat was Puck ik heb misschien wel een theorie. Oké. En ik weet niet of het kan kloppen, maar het kan misschien wel. Tel. Oké. Ik denk dat Rudy en Ryan zijn. Oké. Want Rudy die zei in de voorgronde, ik weet het echt even niet. Terwijl normaal als Rudy crewmate is, dan probeert hij altijd wel iets te vinden. En dat lukt hem niet. En aan het begin van de game zei Rudy, ja, ik geloof Ryan wel, want hij... Ik kan niet liegen. Dus Nuxie was Time Lord. Bintje was Spy. Ja. Ryan, ik geloof oprecht dat hij sheriff is. Klopt. In dit geval, ja, dan weet ik niet van wie. Maar... Wie van Puck, Nutface of Larissa. Dat... Je kan op jezelf stemmen? Je kan niet Jester meeren, toch? Nee. Kan je Jester meeren? Wat? Ja, dat is gewoon wat is dit? Waarom wil je Puck? Nee, nou ben ik Jester. Oh, oké. Nou, hoe kun... Oh, ik ben Quick Jester! Hoe kan ik in godsnaam
mezelf gesteren terwijl ik volledig eerlijk ben. Dat is zo moeilijk. Ik kan niet... Het hele concept is dat ik van de hele avond vandaag eerlijk ben. Oh, hier is een body of zo. Of niet? Waar is een body? Ik zie hier natuurlijk geen body. Of wel? Oh, hier wel geen body. Oké, we gaan gewoon meerdere malen overheen lopen. Want dat is niet leaken, weet je. Ik ga gewoon... Zo. 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 Ryan report het was niet een body, maar ik ben bang dat hij jester is. Nee, ik liep er gewoon langs. Oké. Heel vaak. Nee, wat ik loop niet. Ik liep er gewoon langs, heel vaak. Heen en weer. Hé, dat was gewoon, dit was niet gelogen. Oh ja, wacht. Ik zei nee op de jester. Dat is wel waar. Oh, fuck man. Ik moet trouwens even correct. Ik was wel een jester. Dat moest ik wel even zeggen. Anders had ik gelogen. Dat klopt het niet meer. Gast, we nou? Als je wil praten, moet je een meeting doen, Ryan. Zo. Oké. Sorry. Zeg dan wat je wil zeggen, Ryan. Ja, ik zei toch, ik ben jester. Ryan, ik vind het echt een bold move. Ik ga Ryan eruit stemmen. Oh, wat is dit nou weer? Wat is dit nou? Word ik eruit gevoten? Oh, nee. Jullie gaan dit niet nog... Oh, nee. Dit is echt mos. Shit, gast. Met jullie. Wat is dit? Wat hebben jullie gedaan? De tweede keer. Waarom? Oh mijn god. What the fuck? Hallo? Ik geef ze ook niet gebruik in deze groep. Nee. Hey, gezellig jongens. Mijn god. Oh, wat erg dit. Oh.